Hello, it's SisVolk. Time to enjoy card making with me. In deze video ga ik eens gebruik maken van Lunar Paste van Ranger. Ik heb ze in regenboogkleuren besteld en dacht, daar ga ik het leuks mee maken en uitproberen hoe dat werkt. Het gebruik van pasta's over een stencil vind ik altijd lastig. Ik doe het wel af en toe, maar het leukste vind ik om ermee in te kleuren. En dat ga ik ook doen. En uiteraard gebruik ik dan weer de leuke stempels van Carla Creaties. En wel de stempels uit de nieuwe release van de Baby Animals. Ik ga onder andere de Bambi stempel gebruiken die ik in een reel ook al heb laten zien. En het achtergrondje wat ik ga maken wordt een heel simpele regenboog. Ik denk dat dat heel makkelijk gaat worden en dat jou dat ook wel gaat lukken. Voor het papier gebruik ik Craft Emotions Watercolor Card aquarelpapier, 200 grams. De restjes bewaar ik altijd in zo'n zelfgelamineerd hoesje. Heel handig. Ik maak ze ook altijd om de stempels in te bewaren. Ik heb een paar jaar geleden eens een video gemaakt waarin ik uitleg hoe je die mapjes zelf kan maken. Hij staat nog op mijn YouTube-kanaal. Voor mijn kaart gebruik ik een paneel van 10,5 bij 14,8 cm. Een kwart A4'tje dus. De kaartbasis is een dubbel gevouwen kaart en daar past het paneel dan straks exact bovenop. Voordat ik begin, ga ik wat babydoekjes klaarleggen en een droog stukje keukenrol. Ik kan er in principe ook keukenpapier voor nemen, wat ik vochtig maak met de plantenspuit. Want ik heb geen zin in rommel en ik wil de spullen wel schoon houden en zoveel mogelijk geknoei voorkomen. Ik begin met de Lunar Paste in de rode kleur. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. Dit is de kleur Bee Sting. Ik neem een beetje op mijn kleine spatel en dat breng ik aan op de grote spatel. Ik doe dit voor de eerste keer, dus ik moet even kijken of ik de goede hoeveelheid heb. En eerst even meten aan welke kant ik wil gaan beginnen, want ik wil zo meteen een regenboog maken die zo van rechts naar links gaat. Dus dat betekent dat als ik de rode kleur van de regenboog bovenaan wil hebben, ik de rode kleur aan deze kant van de grote spatel aan moet brengen. En dan moet ik nu snel de kleinere spatel schoonvegen. Dat gaat heel makkelijk met zo'n babydoekje. En dan ga ik zo verder met de volgende kleur. Dat is oranje, traffic cone. Die is ook heel mooi. Dan moet ik wel evenveel nemen als daarnet of ietsje minder zelfs. We zullen zien of het genoeg is en anders doe ik het gewoon nog een keer. Of ik probeer er een beetje overheen te smeren. Dat is het leuke van experimenteren. Dan ga ik naar de gele. Hij is al een keer open geweest. Zie je, dan krijg je zo'n opgedroogd randje eraan. Eigenlijk moet ik een plastic folie tussen het deksel doen, dan droogt hij minder snel uit. Dit is dus de kleur geel Slippery When Wet. Beetje goudachtig. Ik heb deze kleur al eerder gebruikt voor mijn kaartje met de birds. Heb je die al gezien? Ik zal een link achterlaten in de beschrijving onder de video. Dan kun je terugkijken voor meer inspiratie met de Lunar Paste. Ik moet wel snel werken voor het opdroogt allemaal. We gaan naar de kleur groen, Later Gator. Ook echt zo'n mooie kleur. Een beetje pastelgevoel heb ik erbij. Of een beetje jellybean-achtige kleur. Dan gaan we naar blauw en dat is Clear Skies. Dit wordt de onderste kleur van de regenboog. Ik heb natuurlijk iets meer nodig van rood dan van blauw, omdat de boog van rood groter wordt. Maar goed, we zullen zien hoe het uitpakt. Dit is de eerste keer dat ik het probeer. De pasta aanbrengen op papier zonder stencil gaat makkelijker dan met stencil, vind ik. Deze kant van de spatel sluit ik aan op de rand van het papier. En dan schuif ik met een zo plat mogelijke spatel over het papier. Dus ik druk de spatel omlaag en druk vrij hard naar beneden. Juist, ik heb niet genoeg pasta op de spatel gedaan, maar oh, dit is wel heel mooi zeg. Ik probeer nu of ik het nog verder kan uitsmeren. Ik houd de spatel plat en duw weer vrij hard. Kijk, nu is hij al wel een stuk verder gekomen. En wat is dit mooi? Zal ik er nog een keer overheen gaan of zal ik stoppen? Met het wit aan de rand is het ook wel apart. Maar ik wil die hoek toch proberen het op te vullen. En ik merk dat het nu heel lastig gaat. De pasta droogt vrij snel op en er is gewoon niet genoeg pasta op de spatel. Ik heb rood, oranje en geel nogmaals op de spatel aangebracht en ik ga er gewoon nog een keer overheen.
Ja, wat er nu eigenlijk gebeurt, nu breng ik echt een tweede laag aan. Die gaat over het al opgedroogde deel heen. Al is het wel erg mooi zo. Je laat de kleuren in elkaar overlopen wanneer je vaker smeert. Maar het blijkt dat het dus makkelijker gaat als je dikker werkt. Weer wat geleerd. En heerlijk bezig, toch? Linkjes naar de webwinkels waar de Lunar Paste te koop is, vind je in mijn profiel Linktree SisVolk. En ook in de beschrijving onder deze video. Ik veeg direct even alles schoon met een babydoekje en water. En dat gaat heel makkelijk op zo'n glasmat. En het gaat ook heel makkelijk van de spatels af als je het meteen na elk gebruik doet. Laten we het gewoon nog een keer proberen. Eens kijken of het lukt om minder vaak te smeren en meer pasta aan te brengen. Ik heb opnieuw pasta aangebracht op de spatel. Dit keer iets meer rood en dan van elke kleur steeds iets minder. Deze keer begin ik iets hoger met rood. Ik begin naast het papier en leg de spatel plat en dan trek ik hem met een boog naar mij toe. Zo krijg je echt een heel mooie regenboog. Prachtig! Nog een keer uitsmeren, want ik heb volgens mij nu echt wel genoeg pasta op de spatel zitten. Yes, echt mooi! Nog één laatste keer smeren om overal pasta te krijgen. Er blijft een klein vlekje achter in het midden. Maar daar wil ik toch een figuurtje overheen. En zo komen we goed. De pasta op de spatel kan ik nog uitsmeren op een restje papier. Misschien om te gebruiken om uit te stansen. Of als ander achtergrondje voor een tekst bijvoorbeeld. Maar ik ga het gebruiken om een gestempeld figuurtje mee in te kleuren. Ik spray dit nat zodat het kleuren makkelijker gaat. Maar ook om te voorkomen dat het opdroogt. En dan gebruik ik gewoon mijn waterbrush en kijk ik hoe ver ik daarmee kan inkleuren. Ik stempel en kleur op 200 grams watercolor card aquarelpapier van Craft Emotions. Het Bambi hertje van de Baby Animals 2 ga ik gebruiken. Ik stempel het hertje met VersaFine Inked Onyx Black en heat emboss dit met Clear Embossing Powder van Ranger. In mijn korte video kun je zien hoe ik het hertje heb ingekleurd. Die heb ik op mijn YouTube kanaal als ook op mijn Instagram en Facebook gedeeld. Ik kleur het hertje in met mijn favoriete waterbrush en dat is de Derwent nummer 2 waterbrush. Maar met de groene Tombow waterbrush gaat het ook prima. Ik kleur dus met de pasta net zoals ik ook kleur met Distress Inkt of waterverf. Het is zo leuk om jullie waardering voor mijn kaartjes en video's terug te lezen en contact met jullie te hebben. Ik wil ook zo graag dat deze leuke stempels van Carla Creaties over de hele wereld gezien worden. En dat lukt alleen met jullie hulp. Dus like deze video, laat een reactie achter en deel hem met andere kaartenmakers. Dan gaat YouTube hem automatisch vaker voorstellen aan mensen met dezelfde hobby. Ik hoor ook graag wat je ervan vindt dat ik de video's nu inspreek in het Nederlands. Vond je het fijner in het Engels of heb je een andere mening? Laat het weten! Ik leer ook graag zelf steeds nieuwe dingen. En die leer ik ook van jou. Net als ik jou nieuwe dingen leer. Hoe beter je de pasta mengt met water, hoe makkelijker het is om aan te brengen. Je kan gewoon in meerdere laagjes aanbrengen. Uiteraard gebruik ik ook nu weer een witte Posca marker om highlights aan te geven. Zo komen de pupillen mooier uit. Wat stipjes op de wangen zorgen voor meer schattigheid. En de streepjes op de oren en op de pootjes geven het idee dat het nog meer glimt dan het al doet. Want oh, wat glimt die Lunar Paste mooi! Het is niet te doen om dit op de camera te pakken. Ik stempel ook de schildpad uit de stempelset Baby Animals 3, ontworpen door Carla Creaties voor Craft Emotions. Twee losse pootjes ga ik ook gebruiken. Ook deze stempel en heat emboss ik op dezelfde manier op hetzelfde papier. En op dezelfde manier als het Bambi hertje kleur ik nu ook de schildpad in. Om een mooie kleur groen te krijgen heb ik de kleuren Later Gator en Clear Skies met elkaar gemengd. De onderste laag is een lichte laag van alleen groen, ook met wat geel hier en daar. En die gemengde kleur groen breng ik nu aan op delen waar ik schaduw wil hebben. Je moet echt meerdere lagen kleuren aanbrengen om het mooi te krijgen. Wanneer ik even snel meer kleur nodig heb, dan pak ik het rechtstreeks uit mijn potje. Hoe meer je het vermengt met water, hoe dunner de pasta wordt en hoe makkelijker het is om aan te brengen.
Maar aan de andere kant betekent dat ook dat het dan erg doorzichtig is. In dit geval handig, want nu breng ik een laagje doorzichtig geel aan over de groene kleur. Want die kleur groen vind ik te plat voor een schildpad. Tussendoor spoel je je kwast goed schoon en veeg hem ook weer droog met een tissue of stukje keukenpapier. Laagje voor laagje wordt hij zo steeds leuker. In de ogen ga ik een klein randje blauw doen, dan lijken ze boller. Ik kleur niet al het witte in, maar zet een dun lijntje aan de rand van het witte, maar laat wel een randje wit ertussen open. Als de schildpad droog is, breng ik daar ook lijntjes op aan met de witte Posca-marker. 3 stipjes heb ik gezet op het wangetje, 1 lijntje op de wenkbrauw en de bovenkant van de pootjes en wat stipjes op het schild. Met de zwarte glazepen heb ik een aantal lijntjes gerepareerd die door de vele lagen pasta niet meer zichtbaar waren. Zo zie je dat je met slechts 5 kleuren Lunar Paste heel veel kanten op kan. Mooi uitknippen lukt altijd het beste met een silhouettenschaartje. Een klein scherp schaartje met een dun puntje. Het witte randje wat ik overlaat, doe ik expres. Het witte randje zorgt ervoor dat het figuurtje straks beter opvalt op de gekleurde achtergrond. Ik probeer nooit helemaal tot het puntje te knippen, behalve soms wanneer ik echt scherpe inkepingen moet maken bij haren of stekels bijvoorbeeld. Houd de schaar altijd recht en knip rechtuit. Draai het papier met de andere hand. En verder is het gewoon een kwestie van veel oefenen. Ik speel dit stuk ook in werkelijke snelheid af, zodat je kan zien dat je met langzaam knippen veel mooier resultaat krijgt. Met een vingermesje snijd ik de delen uit die tussen de pootjes zitten. Zelf vind ik het mooier als daar het randje ook evenveel afstand heeft van het figuurtje. En wat zo'n uitgeknipt figuurtje ook mooier maakt, is wanneer je de opstaande randjes na het knippen of het snijden even plat drukt met een vouwbeen. Het zijn de kleine details die een mooie kaart nog net een streepje mooier maken. En dan nu beslissen welk figuurtje op welke achtergrond past. Ze zijn allebei zo leuk. Ik vind het schildpad leuker op de volledige regenboog en het hertje past beter op de kaart waar wat meer wit te zien is onderaan. Zie je, misschien had ik toch een regenboog aan de zijkant wit kunnen laten. Was waarschijnlijk ook mooi geweest. En dan nog een tekst erbij. De tekststempels zijn er in het Nederlands en in het Engels. Basics Text Baby heten ze. Dit is weer zo'n moment waarop ik niet kan kiezen. Er zijn zoveel leuke teksten. Welcome to the world, congratulations on your baby girl. Korte beentjes, mini teentjes, lachend mondje, pamperkontje. Zo bijzonder dit kleine wonder. Mooi hè? Zo'n tekst is ook leuk voor binnen in de kaart. Ik zoek een lange tekst voor op de regenboog en dan nog een mooi sierlijk woord erbij. Eindelijk is het lang verwachte pakketje afgeleverd. Die lange tekst wil ik met de vorm van de regenboog meestempelen. Hij blijft onmogelijk krom liggen natuurlijk, maar daar heb ik wel een oplossing voor. Voor de andere kaart neem ik de tekst The laundry is about to get super cute. De was is binnenkort super schattig. Ik denk dat ik die op een andere manier ga stempelen, maar meestal verander ik mijn mening nog 30 keer, dus het uiteindelijke resultaat wordt ietsje anders. Ik vind het wat kaal om deze mooie achtergrond straks zo plat op de kaartbasis te plakken. Daarom wil ik ze wat kleiner bijsnijden en er dan een dun zwart randje omheen doen. Simpel recht uitgeknipt is misschien wat kaal, dus ga ik de nestingstansen van Crealise weer gebruiken. Ik stans met een snijmaal een achtergrondje uit zwart papier die net binnen de kaartmaat valt. Het paneel met de regenboog ga ik zo snijden dat hij er precies middenin valt. Ik zou hem ook kunnen uitstansen, maar dan wordt het weer te druk. Hij moet een paar millimeter aan beide kanten kleiner worden dan het zwarte uitgestanste papier. Dus dat is bij elkaar een halve centimeter. Dan moet het paneel met de regenboog 9,5 cm bij 13,5 cm groot worden. Ik ben heel voorzichtig en kijk tussendoor van welke zijkanten ik het meeste af wil snijden. Daarvoor plaats ik de schildpad elke keer even op het paneel om te zien aan welke kant er meer vanaf kan.
Ik wil de schildpad het liefst bovenop dat vlekje hebben op de achtergrond. Dus snijd ik toch het witte deel achter het blauwe af. Dan ga ik nu de tekst erop stempelen en daar gebruik ik mijn stempelhulp voor. In mijn stempelhulp heb ik de sticky mat van Waffleflower zitten. Ik heb hem nog niet schoongemaakt en dit is aquarelpapier wat ik heb, dus zal het niet zo heel goed plakken waarschijnlijk. Maar dat is niet erg, ik leg het papier toch in de hoek. Ik zal mijn mat weer eens afspoelen, dan werkt die weer beter. De reden dat ik de stempelhulp gebruik is omdat ik de tekst gebogen wil stempelen. Zo, in de vorm van een regenboog. Ik ga hem daarom eerst gewoon recht op het deksel laten plakken en daarna buigen. De schildpad mag er ook even bij om te zien of hij dan nog op de goede plek ligt. Ik leg de schildpad iets meer naar rechts, omdat hij naar links kijkt. Zo is er nog wat ruimte aan de linkerkant over. Ik denk dat het wel leuk is om de pootjes boven de regenboog uit te laten steken. Zo is het net of er een schildpad overheen wil kijken. De lange tekst wil ik rond laten lopen. Zou ik de kaart aan deze kant eronder leggen en de vorm volgen, dan is hij net gespiegeld en wijst de boog de verkeerde kant op. Daarom probeer ik het met deze ronde boog op mijn snijplaat. Dan kan ik de stempel daar langs laten lopen. Ik doe dat een beetje op de gok, want de lijn op mijn snijplaat is rond en mijn regenboog meer ovaal. Maar ik ga het zien en uitproberen. Ik kan altijd nog wat schuiven. Nou, dat is wel toeval zo. Ik heb het in één keer goed. Ik ga heat embossen over de Lunar Paste. Op de plekken waar de stempel de Lunar Paste geraakt heeft, zijn onzichtbare afdrukken gekomen. Met mijn poederzakje kun je die heel goed zien. Het poeder is heel slecht weg te vegen van de Lunar Paste. Ik heb met een vochtige doek het poeder weggeveegd en de achtergrond goed laten drogen. Nu zijn er hopelijk geen plakkerige plekken meer. Ik stempel de tekst met Versamark inkt. Ik stempel twee keer om zeker te zijn dat het embossingpoeder straks goed plakt. Met Distress Glaze ga ik de tekst embossen. Ik heb Candied Apple rood en Salty Ocean blauw hiervoor genomen. Ik ga de blauwe op de bovenste tekst doen en de onderste met de rode tekst doen. Dus ik ga voorzichtig strooien, zodat het poeder niet in elkaar gaat overlopen. Eerst doe ik de blauwe Distress Glaze en laat die naar de ene kant vallen. Daarna doe ik de rode Distress Glaze en die laat ik naar de andere kant vallen. Zo hoef ik tussendoor niet te heat embossen en kan het allebei tegelijkertijd. Nu zie ik dat er wat poeder op plekken blijft plakken waar ik het niet wil hebben. Ik had natuurlijk wel het poeder gebruikt, maar omdat het zo overduidelijk zichtbaar bleef, heb ik het poeder weer verwijderd. Embossingpoeder blijft altijd plakken op natte of vette delen en vochtige stempelinkt. Misschien had ik de ondergrond niet schoon of droog genoeg gemaakt. Als jij hier nog ideeën of tips over hebt, dan hoor ik het graag. Er is altijd nog de mogelijkheid om het met de hand weg te vegen. Met een scherp toeltje kun je altijd wat te veel aan embossingpoeder wegschrapen en wegblazen, als je het geduld ervoor hebt tenminste. Hier is waarschijnlijk de tekst gestempeld op een stuk waar ik een vette vingerafdruk had gezet. Ook daar blijft embossingpoeder, of in dit geval Distress Glaze, aan plakken, helaas. Distress Glaze is doorzichtig, dus dat betekent dat je de kleur die eronder zit er lichtelijk doorheen gaat zien. Wat best mooi is in dit geval. Je ziet dat de blauwe kleur nu een beetje neigt naar paars, doordat het rood er doorheen schijnt. Ik vind de onderkant wat kaal. Dus daar wil ik wat overheen spetteren. Maar ik wil het niet overal. Ik scheur een stuk keukenpapier doormidden en bedek datgene waar ik geen spetters wil. Met zwarte Oost-Indische inkt en een klein kwastje ga ik nu wat spetteren. Ik breng een klein beetje inkt aan op een kleerblok. Dat kan ik zo makkelijk schoonvegen. Ik doe er een heel klein beetje water bij uit mijn potje met water om het iets vloeibaarder te krijgen. En als Patrick, zo langs het randje. Kijk hoe leuk het al wordt. Misschien ook nog iets hoger, al wil ik niet dat de spetters op de tekst komen. Op de andere kaart ga ik ook spetteren. Dat ziet er zo leuk uit. En dat gaat in mijn één moeite door. Ik probeer ook wat dikkere spetters erbij te plaatsen. Soms is het lastig te bepalen hoe de spetters gaan vallen. En meestal doe ik het dan eerst op een proefpapiertje. Maar voor nu heb ik er vertrouwen in dat het wel goed komt.
De inkt die ik gebruik is van Winsor & Newton. Je moet het wel direct schoonvegen, die Oost-Indische inkt, want het droogt ontzettend snel op en gaat er erg moeilijk weer vanaf. Dit kaartje gaat zo worden. De spetters maken het speels en de pootjes boven zijn wel erg leuk. Bij de andere kaart ga ik de tekst anders doen. Hierop komt het hertje. Die vind ik het leukste als hij op het witte deel komt te staan. Ik plak hem gewoon met een wit randje op de kaart. Maar ik stans hem wel uit met dezelfde stans van Crealis. Ik snijd dit keer dus direct in het regenboogpaneel. Zo, deze heb ik uitgestanst. En dan komt die superschattige Bambi er bovenop. Zie je dat hij er juist leuk uitspringt doordat die witte lijntjes er nog omheen zitten? De tekst The laundry is about to get ga ik weer gebogen opplakken. En daarna heat embossen. Maar de tekst Super cute ga ik op zwart papier embossen met wit embossingpoeder. Ik heb het er net al gedaan op wat grover zwart papier. En dat is niet goed bevallen. En nu ga ik het opnieuw doen met wat gladder zwart papier van Craft Emotions. Ik bepoeder het papier met het poederzakje. Net zoals ik altijd doe voor ik ga embossen. En dat deed ik ook op het grovere papier. Dat wittige kunnen we straks makkelijk wegvegen, in tegenstelling tot op de pasta. Ik heb 2 keer op dezelfde plek gestempeld met Versamark inkt. Speciale transparante inkt voor embossing is dat. Het embossingpoeder dat ik gebruik is wit embossingpoeder van Ranger. Dit is dus wit poeder over glad zwart papier. Ik tik en blaas het teveel aan poeder weg. Het is best opvallend dat het resultaat veel mooier is op glad papier dan op grof papier. De stempelafdruk is minder scherp op dikker papier en er zijn in het dikke papier veel meer korrels in het papier blijven hangen. Met een vochtige, zachte microvezeldoek is het witte talkpoeder van het poederzakje makkelijk te verwijderen. Ik wil een zwart randje om de witte tekst, maar nu ook weer niet zo'n hele zwarte balk. Daarom besluit ik de tekst met een smal randje rondom uit te knippen. Dat kan gewoon met de losse pols en als je ervaren bent in het knippen is dat goed te doen, maar wanneer je niet zo ervaren bent is het makkelijkst als je een lijntje van een paar millimeter tekent rondom de tekst. Dus afhankelijk van hoe groot je de rand om de tekst wilt hebben, teken je een lijntje. Overal moet de afstand tussen de lijn en de tekst even ver zijn. Je volgt dus de lijnen van de tekst. En dan ga je knippen langs deze lijn. Ook voor deze achtergrond leg ik de stempel eerst op de regenboog. Dan pak ik de tekst op de deksel van de stempelhulp. En dan buig ik hem op de gok even rond. Daardoor moet ik wel een paar keer kijken of de tekst gelijk loopt met de regenboog. Deze tekst ga ik stempelen met zwarte Versafine inkt direct op de Lunar Paste. Ik stempel er een tweede laag inkt overheen voor een nog betere dekking. En dan emboss ik die met transparant embossingpoeder. Ik hoef natuurlijk niet per se te embossen, maar het resultaat is altijd weer onwijs mooi. De tekst Super cute kan zowel boven als onder het hertje. Eigenlijk had ik dat bij de schildpad ook wel zo kunnen doen. Ah, ik laat de schildpad zo. Ik zet de kaart straks zo in elkaar. Dan ga ik nu door met de enveloppen. Zoals altijd steek ik een stuk aquarelpapier of stevig karton in mijn enveloppen voor ik ga beginnen met stempelen of kleuren. Daar wil ik ook graag de schildpad op hebben en de 2 pootjes. Maak het papier vetvrij met een poederzakje en dan stempel ik daarop met Versafine Onyx Black inkt. Eerst de 2 pootjes aan de onderkant en dan strooi ik daar weer clear embossingpoeder overheen. Ik maak ook nog even een masker van de pootjes. Dit doe ik met Memento inkt, omdat die inkt sneller opdroogt. Het masking tape is dus een roltape wat net zo plakkerig is als post-its, maar dan over de gehele breedte. Het plakt, maar is ook weer makkelijk te verwijderen en te hergebruiken. Zo'n rolletje tape is ook van Craft Emotions. Je hoeft deze vooraf niet per se te embossen hoor. Dat doe ik omdat ik het makkelijker vind om in te kleuren en ook gewoon omdat ik het mooier vind. Ik wapper nu even met de envelop, want het gesmolten embossingpoeder is nu nog warm. Dus dat moet even afkoelen en hard worden voor ik verder ga.
Nu kan ik het gele masker van de twee pootjes op de enveloppen plakken, bovenop de gestempelde pootjes. Hieroverheen stempel ik het hoofd van de schildpad. Hiervoor heb ik alleen inkt aangebracht op het hoofd. Ik mik tussen de twee pootjes in. Het masker zit bovenop de pootjes, dus alles wat ik nu bovenop dat gele masker stempel, is beschermd. En hierdoor lijkt het alsof het deel wat ik nu bovenop de pootjes stempel, erachter zit. Ik ga het hoofd nu ook wel eerst heat embossen. Het aanbrengen van het poeder doe ik voordat ik het masker eraf haal. Zou ik het masker er eerst afhalen en daarna het poeder strooien, dan blijft het poeder aan de enveloppen plakken op de plek waar het masker heeft gezeten. En dat wordt niet mooi. Verwijder het masker voor je gaat heat embossen. Zou je dat niet doen, dan verwarm je de al eerder gestempelde lijntjes onder het masker, die dan smelten en vervolgens aan het masker blijven kleven. Hiermee haal je een deel van de embossing dan weg. Zorg er ook voor dat je heat tool voldoende is opgewarmd voordat je begint met verhitten van het embossingpoeder. Op mijn spatel breng ik wat kleurtjes Lunar Paste aan. Ik gebruik hem eigenlijk weer als palet. En ik heb nu maar heel weinig nodig. Oranje is Traffic Cone, rood is Bee Sting, groen is Latergator, blauw is Clear Skies en geel Slippery When Wet. Hier spray ik weer wat water overheen. Al deze kleuren gebruik ik voor de figuurtjes. Dan gebruik ik ook hier weer een gewone Derwent nummer 2 waterbrush. Dit keer begin ik eerst met het inkleuren van het oog. Ik doe veel water bij het blauw. Het rood doe ik voor de wangetjes en het neusje. En ook onder de mond. De onderkant van de nageltjes maak ik ook rood. Dan ga ik nu eerst wat geel kleuren. Ik ben extra voorzichtig op dit dunne papier. Nu wat groen, heel licht. Je ziet dat het rode wangetje dikker was aangezet, maar daarom ga je dan met groen iets minder gemakkelijk overheen. Ook de pootjes groen. Ik ga het groen nu een klein beetje mengen met blauw. Je zou misschien nu al kunnen zeggen hij is klaar, maar let op wat er verandert met een extra tint erin. Het wordt een heel mooie kleur groen. Kleur het niet meteen overal overheen. Je wil diepte creëren en overgang tussen licht en donker krijgen. Dus kleur alleen de delen waar het donkerder mag zijn. Onder de mond, in de nek en tussen de nagels. In de tussentijd maak ik mijn kwast nog een keer goed schoon en droog en breng ik nog een laagje rood aan. Verrassend hè, hoe zo'n figuurtje gaat leven met kleur op zijn wangen. Welkom Ukkepuk. Nee, ik maak ervan welkom vent. Als je nu geen kleerblok hebt met lijntjes en ook geen stempelhulp en je wil de stempels toch exact op dezelfde plek stempelen als waar je ze had neergelegd, dan kun je het kleerblok uitlijnen en recht langs de zij- en onderkant van het papier houden. Als je de stempels zo hebt opgepikt, dan weet je dat je exact weer zo moet stempelen om de afdruk op dezelfde plek te krijgen. Wat vind je van deze tip? Nou, dit is dan alweer de eerste envelop. Op de andere envelop breng ik een mini-regenboog aan. In dezelfde kleuren, maar dan met minder pasta op de spatel. Het is even nadenken en mikken hoor. Aan de zijkant beginnen, dan direct de spatel plat en dan ietsje draaien. Ik wil het rood tot helemaal aan de rand, dus ik ga er nog een paar keer overheen. Ook lopen de kleuren zo ietsje in elkaar over. De Lunar Paste moet wel een beetje droog zijn voor ik ga stempelen. Dan stempel ik de twee pootjes. Het mooie van een kleerstempel is toch wel dat je daar zo fijn doorheen kan kijken en een heel klein beetje kan repareren als er iets misgaat. Ik ga dit hertje stempelen zonder masker aan te maken. En dat lukt doordat het nekje van het hertje precies tussen de twee pootjes inpast zonder te overlappen. En dan kan het embossen ook in één keer gebeuren. Ik stempel dus weer alleen het hoofd. Maar moet er wel op letten dit keer dat ik alles wat beïnkt is boven de regenboog stempel. Zou ik dat niet doen, dan komt een deel van het hert op de regenboog terecht natuurlijk. Je kan als je er te veel inkt op hebt de stempel nog schoonvegen. Of uiteraard kun je ook een masker van de regenboog maken en erop plakken.
De tekst Welcome to the World vind ik er wel mooi bij passen. In dit geval heb ik even gewacht met heat embossen tot ik alle stempelafdrukken klaar had. Hij is een klein beetje bol geworden, maar dat trekt nog wel recht. En anders leg ik hem onder iets zwaars. Zo zonder te kleuren is hij eigenlijk ook al leuk, hè? Ik begin met het mengen van wat rood en oranje voor in de oren. Iets meer oranje voor het hoofd en nek. De pootjes kleur ik in het geel. Nu ik die kleur toch heb, gebruik ik hem ook als extra accent voor de nek en in de oren. Terwijl je bezig bent, zie je welke kleur het wordt. En wat nou zo fijn is, als het nog niet klopt, dan ga je er gewoon met een andere kleur overheen. Of nog een keer met dezelfde kleur voor een diepere tint. Dus daarom zie je mij vaker over dezelfde plek gaan, net zolang ik tevreden ben. Soms met geel en soms met oranje. Een klein beetje blauw heb ik weer nodig in de pupillen. Hierbij merk ik dat het wel belangrijk is dat je de pasta goed mengt met wat water. Nou, hier ook nog wat zwarte spetters. Het is altijd belangrijk om details van de kaart terug te laten komen in de envelop. Het blijft dan één geheel. Het zou opvallen als er dan iets mist. Al kun je er dan niet altijd de vinger op leggen waar het aan ligt. Ook de envelop met de schildpad krijgt nog wat spetters. En voor luie mensen die geen zin hebben om een heel masker te gaan maken, het kan ook zo. Zolang de schildpad maar vrij van spetters blijft. Geweldig leuk dit felicitatiekaartje. De Lunar Paste zie je glimmen als je hem beweegt. Een simpel stansrandje, tekst erop, embossed en dan met die zwarte tekst eronder. Zo is het alsof er een vloer onder zit. Bij de schildpad heb ik het ietsje anders gedaan. De tekst embossed met embossing Distress Glaze. En de losse pootjes bovenaan de regenboog. Alsof er een grote schildpad was die erachter verstopt zit. Ik vind de schildpad er zo schattig uitzien als je alleen het kopje zo met de pootjes neemt. Je ziet toch twee verschillende schildpadjes zo of zo. Als ik deze kaart nog eens over zou doen, dan zou ik de lange tekst heat embossen met wit embossingpoeder. En net als bij het hertje een wit emboste, sierlijke tekst over zwart papier erbij plakken. Oh, en nu zie ik dat ik die witte gelpen ben vergeten. Dat maakt toch echt wel verschil, hoor. De stempels zijn te bestellen in de voorverkoop. Deze release heeft iets langer op zich laten wachten dan de bedoeling was. Een link naar de producten kun je vinden in de beschrijving onder deze video. Het is een affiliatielink, wat betekent dat ik een paar procent commissie krijg, terwijl voor jou de prijs hetzelfde blijft. Ook kun je meer inspiratie vinden op mijn Facebook, Pinterest en Instagram. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal SisVolk en druk op het belletje, zodat je nieuwe video's niet mist. Volg ook Carla Creaties. Zij heeft ook een YouTube-kanaal en alle socials voor inspiratie van haar producten. Ik hoop dat je snel aan de slag kan met deze gave stempels. Alvast felicitaties aan iedereen die een baby verwacht en waar vermoedelijk deze leuke kaarten naartoe zullen gaan. Hartelijk dank voor het kijken en ik zie je snel weer. Thank you for watching. Bye bye!